3, 2, 1. Over 3 jaar gaat het Binnenhof compleet op de schop. De Tweede Kamer gaat dan verhuizen en vergadert 5,5 jaar in het oude gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De komende maanden is de tentoonstelling De Tweede Kamer in de Steigers te zien. Die gaat over 7 eeuwen schetsen, veranderen, slopen, timmeren en bouwen. Ik ben nu het Binnenhof aan het bezichtigen in andere tijden. Ik ben hier nu in 1630 en dan zie ik daar voor mijn kerkje. Het grappige is, als je dan naar 2016 gaat, dan zie je hier dan de Eerste Kamer. Dan zie je die hele verandering, hoe nieuw ook de grond is. Maar hier ziet alles een stuk strakker uit en een stuk gezelliger. Als je door het Binnenhof loopt, dan loop je eigenlijk door de geschiedenis van Nederland. Dat maakt het heel mooi. En voor het Kamergebouw, wat weer een deel is van dat complex, geldt dat bij uitstek, omdat dat op zichzelf weer bestaat uit verschillende gebouwen. Dat vind je volgens mij nergens anders in de wereld op zo'n schaal. Voor het eerst in haar ruim 200-jarige bestaan vergadert de Kamer vanaf 2020 op een andere plek dan het Binnenhof. Om eerlijk te zijn, zelf heb ik er heel veel moeite mee om uit dit gebouw te gaan verhuizen. Juist omdat dit zo'n magische plek is. Zo open, licht en transparant. Het zal niet meevallen om dit gebouw voor 5,5 jaar achter ons te laten. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ons parlementair werk zichtbaar en gewoon doorgaat. En burgers ook kunnen zien wat we doen. Ik vind het wel jammer dat het nu voor het eerst in de geschiedenis de Kamer daadwerkelijk het Binnenhof moet verlaten. En het is wel een unicum in de geschiedenis. Maar goed, voor alles moet een eerste keer zijn. Er zit ook uniek beeldmateriaal tussen. Een aantal oude schetsen van eerdere ontwerpen die echt zelden afgedrukt zijn. En zelfs een aantal foto's die uniek zijn, waar maar één exemplaar van bestaat. Ik zou zeker gaan kijken als je hier in de buurt bent. Ja.